Ja, we kregen als partij een zeer nabericht dat een partijgenoot van ons, Danny Trommelen, betrokken zou zijn bij sexting. En hoe gaat dat dan? Dan voel je je heel beroerd, dan heb je ongeloof. En dan moet je als partij in gesprek en dan moet je een beslissing nemen. En het onderzoek loopt nog, dat weten we. Maar tegelijkertijd is onze Partij voor een Zuivere Politiek, heeft dit niks te maken overigens met Brunssum, heeft dit niks te maken met onze partij en heeft dit ook niks te maken met wat in Brunssum bestuurlijk gebeurt, maar het kleeft aan je en we hebben een snoeihard besluit genomen dat wij de heer Trommelen roeieren. Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, als iemand verdacht is in een zaak, dan zou het misschien ook wel passen om te kijken eerst naar wat is er nou eigenlijk gebeurd en misschien ook het onderzoek af te wachten. Waarom dan dit besluit meteen? Dit besluit omdat wij wel niet ons als partij willen laten besmeuren, niet Brunssum en niet het bestuur. En omdat wij nu volstrekte helderheid geven. En ja, we wachten het onderzoek af en kunnen altijd bijstellen, maar alle signalen staan op rood. Heeft u contact met Danny zelf gehad? Ja, kort. Telefonisch. En u zegt dus hij wordt gerouilleerd als partijlid. Betekent ook dat hij zijn zetel dan ter beschikking stelt of is dat nog niet aan de orde geweest? Dat is aan de orde en Danny stelt zijn zetel ter beschikking.